Dit is Bagagehal Zuid, de meest geavanceerde bagagesorteerhal ter wereld. Ja, we zijn in de nieuwe buffer van Zuid. Hier worden tijdelijk 4800 stuks bagage opgeslagen, maximaal. En die worden in en uit de buffer gehaald met 36 kranen. Als er bijvoorbeeld een reiziger vroeg incheckt, dat heb je wel, mensen 2 uur van tevoren of nog langer aankomen. In de tussentijd wordt de bagage hier dan veilig opgeslagen. We laden op dit moment een 600 stuks bagage en die zul je straks terugzien bij de robot. Ja, we zijn bij een van de 6 robots. Op dit moment wordt er een container geladen met behulp van een robot. In principe worden 30 tot 40 stuks bagage geladen. Daar wordt ongeveer 10 minuten over gedaan, 10 minuten tot een kwartier, afhankelijk van het soort bagage. We hebben natuurlijk nog steeds mensen nodig om de robot te bedienen, maar het scheelt enorm in het tillen. De totstandkoming van de nieuwe sorteerhal op Schiphol heeft 7 jaar geduurd en is met name bedoeld voor transferpassagiers. De hal maakt deel uit van het zogenoemde 70MB-programma. Dit programma heeft tot doel in de toekomst 70 miljoen stuks bagage per jaar te kunnen afhandelen. Dit is 20 miljoen meer dan de 50 miljoen die op dit moment wordt verwerkt. Naast de vele technische hoogstandjes is de bagagehal ook een bijzonder ontwerp. Zoals je ziet staan we hier aan het raam, dat is vrij uniek. Je hebt dus vanuit buiten zicht op het verwerken van de bagage. Zo kun je ook vanuit de ramen kijken naar de robots. En dat is met een bedoeling gedaan om het publiek erbij te betrekken. Waar ik het meest trots op ben is toch de samenwerking. Dat is het werk van heel veel specialisten op allerlei gebieden. Die jaren bezig zijn geweest van plannen maken tot uiteindelijk uitvoeren en het nu realiseren. Dus ik denk dat ik het meest onder de indruk ben van het teamwerk. Nou, met de ingebruikname van Bagagehal Zuid hebben we nu 4 bagageunits op Schiphol. We bouwen nog verder aan het bagagesysteem. Dat doen we door middel van een backbone aan te leggen. En de backbone die verbindt alle 4 de bagageunits met elkaar, zodat we 1 integraal en robuust bagagesysteem hebben.